Big smile. In het gemeentehuis van Laarbeek hebben dinsdag 7 gemeenten een samenwerkingsovereenkomst met de maatschappij voor breedband internet Brabant ondertekend. Dit om de aanleg van glasvezel in het buitengebied mogelijk te maken. Het betreft de gemeente Laarbeek, Gemert Bakel, Nune, Zonnebreugel, Zomeren, Kranendonk en Asten. Het glasvezelnetwerk wordt aangelegd als minimaal 55% van de adressen zich aanmeldt. Naar verwachting is de gehele glasvezelnetwerk eind 2019 operationeel. Proost. Staat er goed op? Hebben?